Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Dina komt jullie vandaag ook verwelkomen en ze kwam er meteen aangerend toen ik hier mijn opname ging beginnen. Dus nou ja, hallo Dina. Ik ga vandaag met jullie weer een villager hunt doen en ik ga even laten zien. Ik heb een open plek. Ik heb dus helemaal geen open plek, wacht. Oké, opnieuw. Oké, hallo iedereen. Ik ben nog eventjes een dag verder gereisd, want Ben was nog helemaal niet verhuisd. Maar hij is nu wel echt weg en we kunnen dus een nieuwe gaan zoeken. Ik dacht dat Ellie misschien kwam nog om Dina te vervangen, maar nee. Oké, we gaan dus op zoek naar een nieuwe bewoner voor Bam. En ik heb een beetje hetzelfde lijstje als de vorige keer. Dus ik weet niet of jullie die villager hunt hebben gezien. Ik zoek dus niet dit soort dieren. Ik ben een beetje op zoek naar wat neutraal gekleurde dieren. Deze is wel redelijk neutraal, maar ik hou gewoon niet van die stieren. Dus ik zoek neutraal gekleurde dieren met een mooi huis die ook past op mijn eiland. Dus een beetje een bruin huis. Iets wat je doet denken aan de stad. En ik zoek voornamelijk bijvoorbeeld honden of katten of andere dieren die je... Nou ja, geen muizen alsjeblieft zeg. Maar dieren die je dus zeg maar tegen zou kunnen komen in een stad. Oh, dus niet een leeuw, dat is gewoon niet het diersoort wat ik zoek. De enige uitzondering zou zijn als het Leonardo is, want jullie snappen misschien wel waarom. Leonardo DiCaprio, sorry Ozzy, ik neem je niet mee. Maar Leonardo is een luipaard en die zou ook nog wel kunnen. Want ik vind dat ook wel weer grappig als het een soort van grapje is of zo. Nou, deze vogel heeft niet het goede huis, maar ze is op zich niet heel erg. We zijn gewoon weer naar de volgende gegaan, want we willen alleen dieren die perfect zijn en hij is dat niet. En wie weet komen we hier... Nou ja, ik zie het al. Het is een draak. Dus die nemen we natuurlijk ook niet mee. Dat zou een beetje raar zijn. Dus we gaan weer naar de volgende. Er zijn dus een aantal bewoners die op mijn lijstje staan. Deze is het niet. Maar het zijn bijvoorbeeld katten en honden en dieren zoals Bia en Butch en nou, een koe zou nog kunnen, maar nee, ze is echt veel te roze, sorry. En wie hebben we hier? Oh, een gorilla. Ja, in principe zou ik hier niet heel erg op tegen zijn, maar hij staat niet op het lijstje, dus dan zal er vast een goede reden voor zijn. Dus we laten hem hier gewoon staan. En we komen weer bij een leeuw. Dit is al de tweede keer dat we hem tegenkomen. Misschien moeten we maar eens een keertje tegen hem gaan praten. En dan zeggen, wil je alsjeblieft niet meer komen? Want we hoeven jou echt niet. Sorry. Misschien hebben we hier wat meer geluk. Ik zie het al. Nee, absoluut niet. Het is een aap. En ook niet eens een leuke. Dus doei. Even kijken. Nummer 13. Misschien wel het geluksgetal. Nee, paarse en roze en blauwe en andere dieren, die worden hem niet. Maar het gaat nog best wel goed. Oh jee, nou dat had ik misschien niet zo snel moeten zeggen. Oké, we gaan gewoon weer met volle moed verder. Ook al is deze het ook niet, het geeft niet. Misschien de volgende. Nee, alsjeblieft niet. Oké, we mogen weer op een trappetje. En dat vind ik altijd wel leuk, want dat maakt het wel extra spannend. Zodat we helemaal bovenaan pas zien wie het is. En het is... Nou, deze wil ik ook niet. Maar we gaan wel eventjes met hem praten. Hallo. Ik vind hem heel grappiger uitzien. En er is vast wel een keer een eiland waarop ik hem wel zou zien zitten. Maar dit is het niet, want ik zoek gewoon... Niet zoiets als hij. Ik wil een beetje dat iedereen er netjes en beschaafd uitziet. En een beetje past bij die tijd en zo. Het gaat best wel hard met de tickets. Maar we hebben er nog genoeg over. En wie weet is op dit eiland wel degene die we mee gaan nemen. Even kijken. Zit... Nee, een groene koala is het niet. Ook al kijkt hij nog zo schattig. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar, maar wie weet hier dan? Op dit eiland. Wat? Dit is dezelfde. Het is gewoon weer dezelfde groene koala. We zijn er net ook al dat we hem niet wouden. Maar dat heeft hij blijkbaar niet zo serieus genomen. Nou. Oké, misschien... Nee. Ik wil sowieso geen octopus. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik vind de octopus... Oh.
Ik vind de octopussen niet leuk. Maar ik zie hier Pearl. En zij stond eerst op mijn lijstje. En toen heb ik haar eraf gehaald. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed meer waarom. Volgens mij omdat ik vind dat ze er een beetje raar uitziet. Omdat ze altijd zo omhoog kijkt. En haar huis was volgens mij ook niet helemaal perfect. Ik vind het wel heel moeilijk. Want we hebben nog best wel veel tickets over. Maar ja, moet ik het dan wagen? Of moet ik denken van ja, lekker makkelijk. Ik neem deze gewoon. Ja, ik wou vragen wat vinden jullie, maar jullie kunnen me natuurlijk helemaal niet helpen. Nee, ik denk toch dat ik het niet doe. Dus ik heb haar niet voor niks van het lijstje afgehaald. Dat betekende dus wel dat ik haar toch niet helemaal zag zitten. Dus we gaan gewoon verder en we hopen gewoon dat we iets beters tegenkomen dan Pearl. Oh, ik hoop echt dat ik geen spijt krijg. Dat ik niet nu alleen nog maar hele erge dingen tegenkom. Maar ik zie dat dit Olaf is. En Olaf staat ook op mijn lijstje. En ik vind hem heel erg passen bij, bij mijn Titanic sfeer of zo. Want hij ziet er misschien een beetje oranje uit. Maar op zich heeft hij wel, als hij niet een regenjas aan heeft, dan heeft hij echt zo'n heel net jasje aan. En dat past natuurlijk perfect. En ik vind ook zijn pluimstaart wel een beetje passen bij de sfeer of zo. En hij stond dus op mijn lijstje. Zijn huis is ook oké. Een beetje te oranje misschien, maar ja. Ik denk dat omdat hij op mijn lijstje staat en omdat we net Pearl ook al hebben laten staan, dat het misschien een beetje raar zou zijn om hem ook te laten staan, terwijl hij dus wel op de lijst staat. En ik weet niet zo goed welke ik beter zou vinden dan Olaf. Maar nou ja, ik twijfel gewoon altijd heel erg. Maar aan de andere kant, als ik niet tevreden ben, kan ik ook altijd nog weer iemand anders gaan zoeken. Natuurlijk. Dus weet je wat, laten we het gewoon doen. Het is ook allemaal niet zo, niet zo'n ramp als als ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Want dan kunnen we dus gewoon weer tijd reizen en een volgende halen. Want op deze eilanden die ik nu maak met deze Switch, doe ik nooit zo heel erg moeilijk over dingen zoals tijd reizen en zo. Sowieso vind ik trouwens dat als je tijd wil reizen, moet je het gewoon lekker doen. Sommige mensen doen dan alsof je het niet eerlijk speelt of zo. Maar dat vind ik allemaal een beetje onzin. Je moet het gewoon lekker doen wat je zelf fijn vindt. We nemen ook nog wat bloemetjes mee. Want nu we hier toch zijn, kunnen we ook maar beter... dit was niet de bedoeling. Gebruik maken van dit eiland. Aangezien mijn bloemetjes ook een beetje op beginnen te raken. En daarna gaan we naar het eiland en gaan we Olaf verwelkomen op het Titanic-eiland. Het is de volgende dag en er staat me iets te gebeuren waar ik niet helemaal op voorbereid was. Daisy heeft me meegenomen naar mijn verjaardagsfeest. dit is niet mijn echte verjaardag. En het is ook in mijn spel is het nu april. Dus ja, het is leuk dat ik een verjaardagsfeestje krijg. maar ik ben niet jarig. Ik heb volgens mij mijn verjaardag gekozen op 15 april. Omdat de Titanic op die dag ook echt gezonken is. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat echt een goede datum is. Want Lennon die is degene die mij altijd alle informatie geeft over de Titanic. En ik weet het eigenlijk zelf niet precies. Maar ik geloof dat hij is of vertrokken op de 15e of gezonken op de 15e. Dus het is sowieso een beetje een dag die waar wat vraagtekens bij staan misschien als het je verjaardag is. Maar goed. Nu we er toch zijn, kunnen we maar beter gewoon genieten van het cadeautje dat je krijgt. Ik weet niet of jullie wel eens een verjaardag hebben meegemaakt op het spel. Of dat je het nog niet lang genoeg hebt gespeeld om op je verjaardag te komen. Maar ik ga het gewoon eventjes doen. Als je het niet leuk vindt dat je verrassing verpest wordt, dan moet je mij even skippen deze video. Ik vind trouwens dat Daisy er echt fantastisch uitziet met die bloem in haar haren en dat jurkje. En dat past dan zo mooi bij die paarse kleur van de oren en zo. Maar goed, dat is helemaal niet zo heel erg relevant voor nu. We moeten tegen de piñata slaan en dat een aantal keer herhalen totdat die kapot gaat. En dan krijgen we een verrassing. Ik zal nog niet zeggen wat het is. Ik vind dat heel erg grappig dat ze je aan gaan moedigen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik vind sowieso een verjaardag vieren in dit spel echt heel erg leuk. Je voelt je toch een beetje extra jarig of zo. Ook al zijn het maar
dieren in een spelletje, maar toch, het voelt toch een klein beetje als je vrienden of zo, als je er al zo lang mee op een eiland woont. Maar goed, we hebben dus cupcakes gekregen en die kun je uitdelen aan de bewoners die niet op het feestje waren. Ik ga dat niet doen, want nou ja, het maakt me niet zoveel uit. Ik ben niet echt jarig en het is niet het belangrijke eiland, dus ik hoef geen vrienden te maken op dit spelletje. Nou, dat was leuk. Ik heb mijn verjaardag even snel gevierd en dan gaan we snel kijken naar hoe het huis van Olaf eruit ziet. Hier staat het. Ik vind het erg oranje, maar verder echt perfect bij het eiland passen. En het, als ik het niet midden in het stadje zet, dan komt het wel goed, denk ik. En dit is hoe zijn huis er aan de binnenkant uitziet. Hij is lekker aan het vegen en dingen aan het uitpakken en zo. En dit is dus ook hoe zijn jasje is, als hij niet een regenjas aan heeft. En ik ben best wel blij met Olaf en met zijn huis. En ik denk dat ik wel een goede keuze heb gemaakt om hem mee te nemen. En niet door te gaan met mijn villager hunt totdat mijn tickets weer op waren zoals de vorige keer. Dus dit was het. Dit was ook de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!